Wat ik heel bijzonder vind, je maakt iets dat eigenlijk leeft. De belangrijke reden is dat de maatschappij aan het vergrijzen is. En betekent dat meerdere mensen nieuwe organen nodig hebben. We zijn bezig met het vervangen van beschadigde organen of weefsels. Dat heeft te maken met 3D en 4D printen van lever of kraakbeen. Het is altijd mijn drijf geweest om dit soort werken door te zetten. En daar zit de grootste uitdaging om grote schalige weefsels met meerdere soorten van cellen te maken die echt voor transplantatie gebruikt kunnen worden.